Pop bleef lang onduidelijk. Na een lange crisisdag zetten de LPF-fractie de aanstichters van alle ellende, Winnie de Jong en Cor Eberhard, zonder pardon uit de fractie. Twee dingen. Ik vind het niet jammer om haar. Ik ben blij dat ik van de gekke af ben. Maar ik vind het wel jammer dat voor mij zitten twee kanten. Aan de ene kant denk ik, oké, die zijn eruit en dan kunnen we een nieuw begin maken. Aan de andere kant denk ik, ja, dit is het begin van twee weg. Wie gaat zich weer aansluiten? Wat is weer het volgende? Dus haar persoonlijk ben ik blij dat ik zoiets van, dat is niet bevorderlijk voor de situatie. Maar als groep vind ik het wel jammer dat het nou een beetje uit elkaar wordt. Wordt er weer verhuisd? Ja? Wordt er weer verhuisd? Ja. Hallo. Ja, zo goed vinden, zo rijden we weer graag, hè. We zijn er weg bij. Routine. Ja. Dat is echt een hele goede eenheid, een goed team geworden. We hebben helaas, dat is een mensendrama, afscheid van twee fractieleden genomen. Dat is een hele zware geval en afgelopen met gevolgen. Niets veranderd, het is allemaal weer grote kracht. Voorzitter, dat de tweede partij van het land zo omgaat met het vertrouwen van 1,6 miljoen kiezers, dat, voorzitter, vinden wij diep triest. En dat brengt mij via u, de minister-president, te vragen om een brief waarin hij ingaat op een beoordeling van de ontwikkelingen zoals hij zich de afgelopen dagen heeft afgespeeld. Nou, het gedoe is niet van gisteren of vandaag. Het is weer een oprisping, om het zo maar te zeggen. Maar dit zat er al wat langer aan te komen natuurlijk. Wat spannend is wat gaat er de komende week weer gebeuren. Zolang het strategisch akkoord en de afspraken die daar staan uitgevoerd worden, met name het veiligheidsplan, hè, waar ik mee bezig ben. Ik beoordeel op daadkracht en het gedoe eromheen. Kijk, als het bij deze twee blijft, maar we houden het schip wel recht. Dus daar ben ik niet zo bang voor. Nee. Kijk eens. Hoe is het ermee? Ik ga het debat niet volgen. Nee, ik zit in de kant op dit. Sterker ermee. Ja, dat is de minister-president. Jan-Peter. Voor mij. Voor anderen, denk ik ook. Maar wel de minister-president. En ja, hij doet het goed. En ik denk dat als je ook ziet in de samenleving op dit moment. We hadden net even over het negatieve beeld, hè, van hier van de Kamer. Maar wat ze wel zeggen is, ja, die Jan-Peter Balkenende, die is authentiek, scherp. Ze verstaat de mensen, kort en krachtig in het debat. En hij is nog daadkrachtig en flitsend. Dus komt wel goed. Nou, wat ik allemaal niet vind. Kijk, dat is aardig, hè. Ze weet dat ik nog geen melkproduct gehad heb. Puur natuur. Relativeert ook weer, hè. Ben je er aan toe? Ik ben er heel erg aan toe, ja. En het is heel lekker. Dat ga ik eerst even doen. Zo. Product van het platteland. Heerlijk. Hier raken wij wel een buitengewoon essentieel punt. Ja. Want het gaat hier over een politiek probleem waarvan ik de indruk heb, uit alles wat ik de afgelopen dagen gehoord heb, dat over lijkt te slaan naar het kabinet. Staatssecretaris Van Leeuwen, die zijn geestverwante fractievoorzitter uitmaakt voor gek. De vicepremier Bomhoff, die meent te moeten zeggen bij twee van... U moet niks zeggen, want u loopt nu echt vooruit op een mogelijk... Nee, want het is straks gemakkelijk om met 90 handen omhoog hier de meerderheid te vormen en informatievergadering na de Kamer te blokkeren. En dat neem ik de CDA-fractie kwalijk. Er wordt geen besluit genomen over een debat. Er wordt een besluit genomen over informatie. Heb je dit nooit meegemaakt, zoiets? Nee, dit was heel vreemd. Roosemuller die verzoekt om een brief van de regering omtrent de verwikkelingen van de LPF. Nou, ik werk hier 28 jaar, maar zo'n rare pop heb ik nog nooit meegemaakt. Dus. Nooit.
zouden dat kwalificeren? Nou ja, dit is CDA op zijn slecht. Je had gehoopt dat ze wat geleerd zouden hebben van 8 jaar oppositie. Nooit meer die oude CDA. Voor de LDR is het echt schrappen, is moeilijk aan snijden. Ja. Dus ik kan heel veel er niet instoppen. Ja. Maar ik denk dat de essentie wel overgekomen is. Maar dat moet u dus wel aan wennen, dat u dus zo'n kleine fractie hebt. Ja, in de cultuur ligt die wilde, zegt ze in Duitsland. Zegt u? In de cultuur ligt die wilde. Dat is een politieke keuze, dat is een politieke kwestie. En dan wil ik dus ook informatie van de minister-president. En dan gaan we volgende week kijken, afhankelijk van de ontwikkelingen. Ik ben ook maar een betrokken buitenstaander. Maar of dat is. Want het is ook niet voor niets dat er verhalen gaan over ministers die met elkaar kissenbissen over de vraag wie de premier of vicepremier moet zijn, wie de politieke leider is. Het is niet goed voor de stabiliteit van de LPF, het is niet goed voor de stabiliteit van de coalitie. En het is niet goed voor het aanzien van de parlementaire democratie. Ik vind het heel vervelend. Ik begin de laatste tijd merk dat ik een schaamtegevoel heb dat ik bij LPF hoor. Maar aan de andere kant probeer ik toch weer te relativeren en te denken van zet maar eens 26 mensen bij elkaar. Wij kennen elkaar niet, wij hebben niet voor elkaar gekozen. En ik denk dat de druk eromheen alles alleen maar 10 keer erger maakt. Maar ik vind het wel heel vervelend. Ja. Dus wat ik wil zeggen is, als iedereen zijn deel van die 3-eenheid oplost of zorgt dat het daar rustig is, zoals ik mijn deel in de fractie heb opgelost en het deel in het kabinet onder verantwoording van meneer Bommel valt als vicepremier, is er denk ik niet zoveel aan de hand, behalve dat de partij zich niet met de fractie moet bemoeien, want dat vind ik wel een punt. En daar wil ik het ook niet bij laten. Maar ook niet dus, zaterdag dus. Ministers dus. En dan moet de premier zich ermee gaan bemoeien. Je verantwoordelijkheid nemen, je bewustzijn van de taak die je hebt, bewustzijn van het feit dat ruim 1,5 miljoen kiezers op je hebben gestemd die iets anders verwachten dan gedoe. De LPF-crisis dreigt over te slaan naar het kabinet. En de premier die oproept tot kalmte. Dit is de stoel van? Dus van Balkenende, ja. Nee, de juiste toedag kennen we niet, maar... Ja, hij ligt hier omdat hij uiteindelijk moet hij naar een meubelrestaurateur. Want het is natuurlijk nog wel een heel oud stoeltje. Moet er erg voorzichtig mee omgaan. Ja, dat zijn van die voorkomende dingetjes. Ik hoop niet dat het symbolisch is. Daar doe ik liever geen uitspraak over. U lijkt een politicus. Ja, precies. Ja, dat leer je wel, ja. Tegel staat bol op de Damesstraat. B506. Nu kan minister Ijsbroek, mijn vriend minister Ijsbroek, een paar vragen beantwoorden nog voordat ze gesteld zijn. Vriend en politiek leider? Ja. Fractie, partij, als wel bewindslieden zitten op 1 lijn. Daar ben ik heel blij mee. Dat zijn we ook verplicht naar onze kiezers. Dat zijn de 1,6 miljoen mensen die ons hebben gekozen. We zijn ons die verantwoordelijkheid bijzonder bewust. Daar hebben we alle persoonlijke mensen opzij gezet. De groeten uit de Travenzaal. Zo ongeveer luidt de officiële reactie van het kabinet op vragen van de oppositie over de crisis in de LPF. Dat is een kaart van de Trijvenzaal en het antwoord luidt al dus, geachte voorzitter, in antwoord op de mondelinge vragen van de geachte afgevaardigde Rozemuller en anderen, groeten wij u in gezamenlijkheid en eenheid vanuit de ministerraad. En deze brief is ondertekend door alle aanwezige ministers.